Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen. Speaker komt dus even in welke map we gaan, hoe bijna Rainforest gejoind, wat ik helemaal niet wou. Ik moet zeggen, het is erg rustig. Een Cthulhu Islandje gaan we vandaag doen. In ieder geval mensen, bedankt voor alle reacties en likes jullie achterlaten op de vorige video. Wil je nou weten of ik bij jou heb gereageerd? Check nou eventjes de vorige video. En wat sommige mensen even moeten checken bij hunzelf is of zij... bij hun YouTube instellingen. Ik weet niet precies waar dat kan. Of die aan hebben staan dat andere mensen op hun reactie kunnen reageren. Aangezien sommige mensen stellen me wel eens een vraag of wat dan ook. Waar ik gewoon op wil reageren. Alleen die hebben uitgezet dat mensen op hun kunnen reageren. Misschien wegens dat ze een keer haat over hun heden hebben gehad of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik kan dat niet op je reageren. Dus check dat even of je het aan hebt staan of niet. Want anders kan ik gewoon niet op je reageren. Ook bedankt voor alle likes nogmaals. Het is nu 1 uur 's middags, nou bijna half 2 's middags dat ik dit opneem. En we zitten al ver over de 300 likes. Dus dankjewel allemaal daarvoor die een like hebben achtergelaten. Heb je dat nog niet gedaan, vergeet het even niet om die video even te liken. We gaan proberen of we daar de 500 likes op kunnen halen. En klik dan hier ook meteen eventjes een like op aan. En zoals jullie aan de titel al zagen, heb ik een nieuw toetsenbord. Ik heb de Logitech G710 Plus. Dat is een mechanisch toetsenbord gekregen van David. Net als ik mijn muis van David heb gekregen. Dus mocht ik vandaag wat minder goed spelen of ben ik misschien wel heel erg snel dood of wat dan ook. Dan weten jullie waardoor het komt, omdat echt ik moet zo erg wennen aan al deze nieuwe dingen. Ik speel gewoon eigenlijk met een soort van een handicap. Ook qua klikken en dat soort dingen. Het is gewoon echt lastig voor mij. Maar goed, ik ga in ieder geval gewoon lekker mijn best doen. Dat snappen jullie natuurlijk ook. En dan zullen we zien hoe ver we gaan komen. Ik jump gewoon hier lekker naar beneden. Dan moet het helemaal goed gaan komen. Hier naartoe. Maar goed, als ik dus snel dood ben of ik maak echt een hele domme fout of wat dan ook. Jullie weten waardoor het komt. En ik denk dat ik dat de komende week nog wel heb. Ik ben inmiddels een beetje gewend aan de muis. Maar ja, dan nou weer een nieuw toetsenbord. Begrijp me niet verkeerd mensen. Ik ben er super, super blij mee. Alleen ja, het is gewoon wel heel lastig. Als je iets heel lang gewend bent. Want ik heb mijn vorige gear. En het was niet echt een speciale gear. Daarom wou ik ook nooit een setup video daarover maken. Heb ik voor mij iets van 1,5 jaar tot 2 jaar gehad. Dus dag in dag uit op hetzelfde toetsenbord en muis. Lopen gamen. En ja, dan nou krijg je in één keer wat anders. Dan is echt heel, heel, heel raar om eraan te wennen. Maar ja, dit is zoveel beter natuurlijk. Goed, ik krijg mijn kit bijna. Dan gaan we die eerst even aantrekken. En dan gaan we ons verder focussen op de game. Wolfjes, hoppatee, spannen. Dat is dit knopje. Ik ben ook serieus af en toe gewoon eventjes naar mijn toetsenbord aan het kijken van... welk knopje zit hier nou? Wat zit hier? Want... oh, het is echt gewoon een ramp wat dat betreft, maar goed. Maakt helemaal niet uit, we gaan ons focussen. Hopelijk kunnen we hier een kill vandaan toveren. Met die van Iron Helm, dat is wel nice. Meneer. Boom, oké. Okay. Kill 1 is in ieder geval binnen. Dat betekent ook dat we nu wat eten hebben. Ook al is er maar 1 potato. We hebben in ieder geval een potato. Wat zeg ik dat leuk? Potato. het is gewoon potato, maar goed. Oh, zo veel te veel gauw, Duffy. Gewoon focus nou. Gewoon lekker kills proberen te maken. Ik zag ook trouwens wel dat ik 16.000 coins had. Dus ik zou eventueel mijn wolfkit kunnen upgraden. Misschien had ik dat ook wel eens moeten doen. Dan had ik misschien nu al wat goeds gehad. Oeh, daar beneden is iemand. Dan had ik misschien nu al wel... of iets goeds gehad. Sowieso is deze wolfkit goed. Maar misschien had ik dan wel diamond boots gehad. Ik weet het niet. Goed. Meneer. Hoppatee. Die is ook down. Dat is een makkelijke kill. Maar goed, makkelijke kills zijn ook gewoon kills. In ieder geval kill nummer 2. En dan lekker erboven klimmen. Even kijken waar we heen moeten hoor. Oh wacht, ik heb ook 1 level hè. We zijn nu toch op de weg naar boven. Dus why not halen wij gewoon eventjes sharpness op ons wapentje. Jullie weten zo'n grote fan ik ben van sharpness. Ik denk dat toch wel een van mijn favorieten enchanters in die Hunger Games. So why not. Even kijken. Daar erin. Oh, kom, ga erin. Hoppatee. Ja. En boom. Level 1 enchant erop. En we hebben meteen sharpness. Awesome saus. Goed, dan gaan we nou door voor eventueel een kill als het gaat lukken. Of wij worden gewoon zwaar geowned. Maar goed, tot nu toe hebben we nog mazzel gehad en gaat alles nog goed. Kijk hoor. Wat wel een probleem gaat worden volgens mij is eten. Ik heb echt niet veel eten. Ja, dan moet ik rotte fles gaan eten. Nou ja, dat is gewoon iets wat ik niet wil. Zelfs als kip. Ik kan ook rauwe kip gaan eten. Maar goed, daar word ik ziek van. Oeh, hebben we hier beneden nou een team? Zo ziet het er wel naar uit dat we hier beneden een teampje hebben. Oei, 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 oei. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee, jongens. Wie het team of niet? Of rennen jullie dan gewoon voor elkaar weg? Ik hoop dat jullie voor elkaar... ja, ze rennen voor elkaar weg. Oké, dat is wel lekker. Dus hebben ze in ieder geval zoiets van... we gaan lekker niet teamen. Oké, dat is 1 down. Hij komt dus even hier op de bodem campen. Ik weet niet of hij mij ziet hier. Waarschijnlijk ziet hij me wel. Oké, dan moet ik toch wel even gaan opschieten dat ik naar boven kom. Want anders ga ik zometeen nog dood ook. Submite.
Oké, die is ook down. Hoppatee. In ieder geval, het stomme team is uitgeschakeld. Want uiteindelijk waren ze toch aan het team. Ik dacht eerst dat ze elkaar gewoon aan het gooien waren en dat soort dingen. Maar dat was dus eigenlijk een gezichtsbedrog of hoe ik het ook maar moet verwoorden. We hebben nog een broek hierdoor gekregen. Dat is een chainbroek awesomeness. Eten. We hebben ook een beetje eten gekregen. En ik hoor dat een hond van mij aan het verdrinken is. Nee, hondje. Niet doen. Je bent te jong om te sterven. Waarom kom je dan niet naar boven? Wat is dat voor grap? Waarom kom je niet gewoon boven? Net als al die andere honden. Ik bedoel, je kan toch gewoon zwemmen? Nou ja, we hebben een hond minder, helaas. Alsjeblieft, bel niet de dierenbescherming, mensen. Ik kan hier echt niks aan doen. Ik deed echt niet expres dat mijn hond verdronk. Dat klinkt echt heel raar. Nou goed, we gaan in ieder geval door met twee honden. Hoewel die van mij best wel een beetje low zijn. Of ligt dat aan mij? Dat lag aan mij. Nou goed, daar krijg je wel XP van. Hoppatee, we hebben in ieder geval één level, dus we kunnen gaan enchanten weer. En dat gaan we ook gewoon lekker doen. Gaan kijken of we protection op onze body kunnen halen. Ik heb natuurlijk... Of nee, wacht, protection op de legs. Ik heb natuurlijk een chain of body. Ik weet het niet. Hoppatee, die is ook down. Die had heel veel stuff bij zich. En wat ik even ga doen is gewoon er even doorheen. En een beetje de goede stuff eruit snuffelen, zeg maar. Zo, die moet ik denk ik zo'n beetje nu allemaal wel hebben. Oh, hier ligt nog een broek. Die moet ik ook even hebben. Nee, kom op, geef me een broek. Geef me de broek. Juist, oké, okay, die hebben we nu ook in ieder geval binnen. Goed, dan gooien wij deze bottle of O'Jenning nog even op de grond. En gaan wij nu alsnog enchanten. De Blitzstar die is ook gespawned. Dus wat dat betreft is het ook super chill. Maar goed, ik moet toch even opletten dat niet in één keer iemand in mijn back komt. Aangezien mijn kompas naar achteren wijst. Moet ik toch even voor oppassen. Waarom kan ik nou weer niet enchanten? Go. Ik heb nog een broek toch? Ja, hoppatee. Een breaking en projectile protection. Daar ben ik niet blij mee. Maar we doen hem er wel aan. Gaan wij ondertussen even kijken voor de Blitzstar. Kom op. Oh boy, Blitzstar. Kom hier ergens, Blitzstar, alsjeblieft. Kom op, zit hierin. Nee, kom op hier. Nee, hier. Yes. Oké, de Blitzstar is ook binnen. Awesomeness. Goed, er leven nog 5 mensen. We zouden eventueel 9 kills totaal kunnen halen. Als we natuurlijk alles nu gaan winnen plus kills halen. Die kans schat ik klein in. Ik denk dat nog wel iemand een kill gaat maken of ik ga gewoon zelf dood. Maar goed, daar komen we maar op één manier achter door de game af te spelen natuurlijk. Hier rustig naar beneden naartoe. Dan gaan we gewoon rustig aan. Weet je, we hoeven niet te haasten. We hoeven ons niet te rushen. Ik bedoel, we hebben al lekker 5 kills gehaald. En het zou zonde zijn als we nu de game zouden gaan verpesten voor onszelf. Maar even rustig kijken. Zit hier ergens iemand? Ik denk dat iemand op de boot zit eigenlijk. Dan ziet het er wel naar uit. Dus ik ga gewoon hier weer naar boven. Het is echt logica, Duffy, dat je naar beneden gaat en weer naar boven gaat. Maar goed, zo ben ik nou eenmaal, hè. Ja, dan moet er iemand op de boot zitten. Dat kan niet anders dat ja. Of iemand zwemt in het water. Oh ja, hij zwemt in het water. Zeggen of hij zwemt in het water kan natuurlijk ook, maar hij zwemt inderdaad in het water. Ik ben benieuwd wat deze keer al gaat doen, of hij me überhaupt ziet. Hij ziet me. Hallo meneer. Waarom ben je aan het laggen? Hoe komt dat jij lag hebt, meneer? Waar kom je vandaan dat jij lag hebt? Waarom ga je onder de boot zitten? Hallo meneer? Ik weet niet waarom deze kerel zo ging zitten onder die boot. Maar hij had zichzelf gedeadtrapped. Hij kon niet naar achteren. Dus kortom, als ik hem sla, blijft hij op de plek zitten waar ik hem net ook al sloeg. Dus ja, doorhitten en je hebt een kill. Simpel. We gaan nu door voor de volgende kill, als het gaat lukken. En daarna wil ik nog zomaar Blitzstar natuurlijk gaan gebruiken. Maar of het gaat lukken, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want nu moeten we gewoon lekker even zwemmen. Hoe is het met onze hondje? Die zwemmen achter ons, oké. We hebben nog geen level, dus we hoeven dus niet zorgen te maken over een enchant die we nog erop kunnen flikkeren eventueel. Gaat op zich wel lekker nu. 6 kills, ja, dit zijn niet de minste potjes. Het kan ook zijn dat iemand helemaal daarboven zit, dat is natuurlijk wel één nadeel zijn. Maar ik hoop dat hij gewoon niet ergens op het eiland ronddurpt. Maar goed, die komen we maar op één manier achter. Door het te checken. Oké, dat was alweer genoeg. Even zien, ik ga hier langs, want anders kom ik het eiland volgens mij niet op. Ik vergeet altijd eigenlijk, uiteindelijk, je komt altijd boven, maar ik vergeet altijd welke kant je moet kiezen om snel of makkelijk ergens naartoe te gaan. Ik weet niet waarom dat is, maar ik onthoud gewoon nooit echt de makkelijke wegen. Dit is dus ook gewoon echt een omweg wat ik nou weer neem volgens mij. Het is gewoon echt, gaat helemaal nergens over dit, want ik moet nou hier weer naartoe en... Oh, Duffy. Ik moet echt een soort van, ik moet gewoon een kaart hebben waarmee ik alles kan lezen waar ik langs moet. Wie maakt mijn Dora-map? Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Waarom nog die golden leggings? Dankjewel, alvast. Die neem ik gewoon mee. Iedereen iemand anders die oppakt, dat hij daardoor sterker wordt. Zo moet je natuurlijk ook de game spelen. Je moet ook andere mensen op zo'n manier proberen uit te schakelen. Strategisch uit te schakelen door
expres zelf al het goede gear probeert, of al het goede gear, zoveel mogelijk goed gear mee te nemen. Maar waarschijnlijk zit er iemand in de toren. Ik weet eigenlijk wel zeker dat... Oh, hij zit er bovenop. What the freaking hell. Hij heeft een boog. Heb ik een boog? Ik heb ook een boog. Awesome. Ik heb hem gehit. Hey. Ja, weet je, wij gaan gewoon door naar boven. Waarom niet? Weet je, als hij naar boven is gekomen, in ieder geval op het dak, dan kunnen wij er ook komen, right? Cool. Oh, hij heeft ook een blaze. Oké. Okay. Wat ik natuurlijk nu kan doen is naar hem toe te peen. Dat is ook wel lachen. Dat verwacht hij sowieso niet. Zo meneertje, dit had hij gewoon niet verwacht dat ik naar hem toe zou tp'en. Dit is eigenlijk ook niet de manier hoe ik het wou spelen. Maar goed, jullie begrijpen waarschijnlijk wel waarom ik dit heb gedaan. Hij had natuurlijk die blaze wat gewoon wel echt lastig was. Hond, kom hier. Hond, zo. Naar spawn te halen lukt me nu ook niet meer. Ik ben gewoon te ver weg om nu spawn te kunnen halen. Dus ik moet hier wel even wachten. En ik ben ook bang dat als ik nu naar beneden ga, dat mijn honden weer gaan rennen en wat dan ook. En dan vallen die dood neer. En dat vind ik gewoon erg zonde. Dus ik blijf hier heel even campen totdat de deathmatch gaat beginnen. Ik zie ook niemand tot nu toe nog, dus... Dat maakt het helemaal niet uit. Ik heb er geen Optifine. Ik weet wel, iemand heeft achtergelaten in de video hoe ik het moet installeren. Maar ik ben niet zo'n hele grote fan van Optifine. Waarom gaat de timer nou niet verder? Oh my god, Hypixel, dit meen je niet. Dan ga je niet lopen laggen. Alsjeblieft, Hypixel. Oh, daar gaan we al. 16 seconden. Kom op. Hypixel, alsjeblieft, tel nou even door. Ik wil niet dat ze zometeen buiten de game worden gegooid. Hypixel, alsjeblieft. Oh my god. Oh my god, Hypixel. Nee. Nee, ik ben zo ver gekomen, Hypixel. Dit doe je mij niet aan. Hypixel. Oh my god. Oh my god, mensen. Oh my freaking god. Dit is zo nasty van Hypixel. Dat gewoon... Ik weet niet, voor mij is dit gewoon dat de server dan eruit lagt of zoiets. Wauw. Ben ik er nog in? Mag ik er nog in, Hypixel, alsjeblieft? Kom op. Logging in. Ik ben waarschijnlijk toch uit de game. Dat is het enige wat 100% zeker is. Ik ben uit de game. Oh, wauw. Hij blijft hangen op logging. In ieder geval, mensen. Hypixel wil ons dat we op deze manier gaan spelen. Dus we hebben niet kunnen winnen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Vond je het nou leuk? Vind het alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken. Sorry dat ik de game niet heb kunnen finishen. Ik wou het wel. Maar goed, Hypixel, laat ons het niet doen. En vergeet abonneren even een like aan te klikken. En op Dufje meer te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, mensen.